Een flinke domper voor het Groninger Museum. Een subsidie van ongeveer 250.000 euro gaat aan de neus van het museum voorbij. Het gaat om geld voor regionale musea om naast de standaardwerkzaamheden iets extra's te kunnen doen. Het doel is om meer en ander publiek te bereiken. Het Groninger Museum kreeg de subsidie eerdere jaren wel en zette dat bijvoorbeeld in voor een shuttle om mensen in eenzaamheid het museum te laten bezoeken. Dit jaar was het geld bedoeld voor iets innovatiefs. We zijn bezig met het digitaliseren van onze collectie. Veel van onze werken bevinden zich in een depot. Nou, je kunt je digitaliseren, maar hoe maak je die toegankelijk voor het publiek? Dat zijn er tienduizenden voorwerpen. Dus daar hebben we een plan voor ingediend. Want dat leek ons wel juist heel leuk, ook innovatief en anders, maar helaas. De Raad van Cultuur, die advies geeft over waar het geld heen moet, wees het voorstel dus af. Bijvoorbeeld ook het fysieke depot, daar hebben we ook plannen mee. Kun je inderdaad die verbinden, de publieke functie van de online collectie achter de computer zitten. Maar hoe leuk is het om ook in een echt depot in te kunnen of dingen te kunnen zien. Nou, dat vonden ze niet passen bij de aanvraag. En dan is het helaas zo dat ze niet kunnen zeggen, ja, dit deel wel, dit niet, of we kennen de subsidie toe, mits jullie daar iets aan doen. Dus het mocht alleen maar ja of nee. Het niet krijgen van het geld heeft direct invloed op bepaalde activiteiten. Die zijn dat wij het project met de shuttle voor eenzame mensen moeten stoppen. En we kunnen de online ontsluiting die we nu echt opstarten, niet continueren en daar nieuwe en moderne dingen aan toevoegen. Dus het is structureel, raakt het ons niet, want we worden eigenlijk door gemeente en provincie gesubsidieerd. Maar dat zal wel erg pijn doen, want dat is deel van onze missie is meer mensen te bereiken en juist ook mensen die misschien niet vanzelf zomaar naar het museum kunnen komen of willen komen. Samen met de provincie Groningen gaat het Groningen Museum in bezwaar tegen het besluit. Onze strijdlust is juist aangewakkerd. We gaan het hopelijk nog overtuigender vertellen, het verhaal wat we willen. En dan komt het hopelijk goed.